De gevolgen van de brand vorige maand bij de vliegtuigenloods van Hilversummer Ronald Bushman zijn nog duidelijk te zien. Zijn huis ligt in puin en een aantal vliegtuigen is volledig geruïneerd. Toch zijn er een paar gered. En studenten vliegtuigtechniek Ellen en Oliver helpen nu met de reparatie. Ik ben aan het schoonmaken om even te kijken of er roet in zit en eventueel vod of andere dingen. Vod is gewoon moertjes, schroefjes die er niet in horen. Lekker klusje? Ja. Nee, maar nu is het handig om klein te zijn. Dan kun je overal lekker bij. De school is door de eigenaar van de beschadigde vliegtuigen gevraagd om te helpen. En daar hoefden de studenten, ondanks dat het in de vakantie is, niet lang over na te denken. Het is een once-in-a-time opportunity. Dus ik heb gelijk ja gezegd, gelijk alle andere plannen die ik had even 2 weken opzij geschoven. Dat ik hier zou kunnen komen, want het is nieuwe ervaringen en het is altijd leuk. En hoe vind je het? Het is leuk. Praktijkervaring. Hoe noem je dat? Het is een leerzame ervaring. En dit is wel je ding, hè? Dit soort vliegtuigen? Ja. Kleine luchtvaart vind ik sowieso super, super, super leuk. Ik heb een schroefdraaier. Wij halen onderdelen los, maken ze schoon van de roet, zetten ze weer terug, testen het of het doet. Ah, dit is hem. Eigenaar van de loods, Ronald Bushman, is nog te aangeslagen om te reageren. Wel laat hij weten erg ontroerd te zijn door alle hulp.